Kijk nou eens wie er binnenkomt. Wie had dat gedacht? Jou hadden we zeker niet verwacht. Er kwamen bussen uit Brabant. Heel de zaak vol en was feest altijd hier. Eerst Jaap en Arie samen, tussen 57 en 67 ongeveer. En daarna nog 11 jaar Arie alleen. 21 jaar. Ja, wel een legendarische zaak. Heel veel artiesten hier opgetreden. En heeft ook wel een rol gespeeld in, ik denk, een soort ontwikkeling van eigenwaarde van Rotterdam. De tijd dat de haven in opkomst was, dat de wederopbouw beslag kreeg. Feyenoord kampioen, hand in hand kameraden. Zo ja, dat was ook allemaal hier. Kijk, 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 kijk. Kijk nou eens wie er binnenkomt. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? Kijk nou eens wie er binnenkomt. Wie had dat gedacht? Ja, dat hadden we zeker niet verwacht. Ja, Valkhoffs heeft diep in mijn hart zal ik niet boos zijn op jou. Hè? Dat gewoon een prachtig lied is. Diep in mijn hart. Kan ik niet boos zijn op jou, blijf ik je toch altijd trouw. Want als je nooit vergeten. Jullie krijgen gewoon een avond entertainment. Gezellig, mooi verhaal. Herkenbare dingen, lekkere liedjes en een gezellig sfeertje. Veel liedjes, veel lach ook. Ja. Veel grappen. En wij willen vooral ook dat mensen naar huis gaan en zeggen, hé, wat hebben we een heerlijke avond gehad. Dat kan alleen in Rotterdam. Ja, daar weten ze van wonten. Want de tunnel kant en klaar krijg je nergens voor elkaar. Dat kan alleen in Rotterdam. Een heerlijk Amsterdam. Hou je mijl, joh. Een heerlijk Amsterdam.